Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben Melvin. Ik ben op dit moment live op mijn Twitch kanaal. En ik ga een nieuw horrorspelletje spelen genaamd... Abandoned Souls. Oh damn. Oh, wat? Oh, hier is gewoon de backstory. It is 2015. Tim, an urbex vlogger, per his viewers request, sets out to explore an abandoned hospital in a forest in the middle of nowhere. The web forum Tim frequented was crawling with stories about people who had gone missing in the vicinity of the hospital. Oh, damn. Daar gaan we. We gaan dus naar een verlaten ziekenhuis. En wat zeiden ze daarover? Ze hebben verhalen verteld over dit ziekenhuis. Het was niet een normaal ziekenhuis. Was het misschien een soort van asylum in... Oké. Oh, daar gaan we. Jezus, hoe donker is het hier. Oh, ik heb wel een zaklamp. Here we are, an abandoned hospital building operated in the 80s. I'm going to enter this building to shoot a video for my viewers. Ja, natuurlijk. Dit ga ik allemaal met liefde... Oh, dikke bak trouwens. Dit ga ik met liefde voor mijn viewers doen. Oh, we krijgen ook gelijk een achievement. Wat leuk. Wat gaat dit zijn? Ik ben heel benieuwd. Het ziet er wel echt gewoon echt heel gaaf uit. Ik weet niet waarom je dit alleen zou doen. Ik heb namelijk ook ooit een keer overnacht in een verlaten gebouw. Maar dat heb ik toen wel in samenwerking met iemand anders gedaan. Want het is gewoon niet heel verstandig om alleen zoiets te gaan doen. Maar ja, hè. Deze gast die denkt van, dit kunnen we gewoon doen. Ik weet niet waarom hij dat denkt. Fucking Timo. Maar gaat goed. Oh. Locked. I need to find something to break these planks. What the fuck? Is daar nu iemand? Hallo? Ik zou toch echt zeggen dat ik de enige hier zou zijn, maar dat is dus niet het geval? Nou, dat bedoel ik. Waarom zou je hier dan alleen naartoe gaan? Je moet altijd iemand bij je hebben. We kunnen trouwens wel redden. Maar waar moeten we dan naartoe? Hier naartoe of zo? Oh, ik krijg echt een beetje flashbacks na toen ik ging ghost hunten. Dit is wel een beetje wat je aantreft op dat soort momenten. Maar goed, wat moet ik doen? Moeten we misschien hier langs lopen? Kunnen we naar het huisje toe waar dat lichtje schijnt of niet? Ik denk het namelijk niet. Maar we kunnen het proberen. Kijk! Kijk, dit werkt wel! En er hangt hier ook iets. Oh. Ik zat gewoon veel te moeilijk te denken. Maar het is gewoon best makkelijk. Wat hangt hier? Missing person. Oké. Okay. Fijn om te weten dat hier iemand vermist is geraakt en dat ik daar nu naartoe ga. Hé, hey, hartstikke idee. Ik vind het nu al best creepy. Ook al die wolven / coyote geluiden in de verte. En dan ook nog dat hier een lampje brandt. Hallo? Wat ligt hier ook? Oh, nog meer missing person. Er zijn hier veel mensen vermist geraakt, man. Joehoe, wie woont hier? Hallo? Ik kom in vrede, ik ben Timo de vlogger. Oh-oh. Oh mijn god. Waarom hoor ik daar stokjes breken? Ik denk wel dat we daar naartoe moeten. We moeten daar sowieso naartoe, want daarboven is ook iets aanwezig. Oh, ik vind het nu al eng. We moeten maar toch gewoon omhoog gaan. Ik weet het anders ook niet. Kan ik hier langs? Ja, we kunnen er wel langs. Oh. Oh, wat is dit? Ik hoop dat hier gewoon een aardige man woont die dan zegt van... Yo, what up? En dat ik dan zo zeg van... Yo, what up? Ja, het is wel... naar hoor. Oh. Joe. Ik ben Tim. De vlogger. Wat hoor ik allemaal? Ik word hier echt niet vrolijk van. Tim, jij moet het maar doen. Ik durf dit niet. Maar ik ben wel degene die speelt. Ik voel me nu al gewoon emotioneel verbonden. Oh, wat was dat? Een vuurtje. Ik voel me nu al gewoon emotioneel verbonden met Tim. Dat Tim dit ook alleen doet. Ik vind het knap. Respect. Moet ik hier naartoe? Was dat? Oh. Nou, dan gaan we terug. Ik weet niet wie daar aan het gillen was. Een of andere schreeuw lelijk. Ik word daar niet heel vrolijk van. We moeten hier weg. Misschien hier rechts iemand. Misschien kunnen we diegene die daar gilde. Misschien wel kunnen we die hel...
Oh nee, niet mijn zaklamp. Niet nu. Je hebt toch wel een reserve zaklamp bij je, Tim? Nou, Tim. Fucking loser. Wat ben je nou weer voor? Achterlijk. Domme vlogger en urban explorer. En waarom fluit daar iemand? Hallo? What up? Ah! Ik vind het niet leuk dat Tim... de vlogger zo schrikt. Staat hij nu achter mij of niet? Nee, het staat niet achter mij. Mijn zaklamp is nog steeds kapot. En ik schrok me echt de laplazeren. Oh, ligt... Oh, ligt hier misschien iets? Een crowbar. Kunnen we die meenemen? Yo! Daarmee kunnen we natuurlijk nu inbreken. Wat? Alarm? Is dat mijn... Heb ik een auto-alarm op mijn... Go away. Ja, dat moeten we eigenlijk wel doen. Of hoor ik mijn auto-alarm? Oh shit, dat is daadwerkelijk mijn auto-alarm. Dit meen je niet. Oh nee, sowieso is die gekke man daar naartoe gegaan. Ik zweer dat die gekke man daar naartoe is gegaan. En die denkt van, hé, hey, ik pak jouw auto. Ik wil jouw auto hebben. Oh nee. Want die was helemaal gek, die grap. Die grap liet mij schrikken. Eigenlijk moesten de rollen een keer omgedraaid zijn. Dat ik ze laat schrikken. Maar ja, dat gebeurt nooit. Ik ben degene die altijd gewoon pussy is. Ik vind het heel eng. Het ziet er wel echt super goed uit. Maar ik vind het ook heel eng. Want wat gaan wij aantreffen bij mijn auto? Hallo auto. Please. Laat het hem gewoon nog gewoon doen. I need to get closer to deactivate the alarm. It's alt. I wanted to install a new one before leaving, but I'm a lazy ass. Oh no. Oh, nou. Oh, nou. Please, ga uit! Boe. De timing kon niet beter met die fucking donatie. Echt waar. Ik ben gewoon bang om nu weer te gaan te bewegen na die stomme donatie jumpscare. Maar we moeten toch kijken of er misschien iets is gebeurd bij mijn auto. Hallo? Niemand? Niks? Nee, Tim? Je ziet geen gekke gebeuren bij... Oh! Do not enter. Nou, Tim, als dit op je auto wordt Nee, toch? What the hell is that bloody deck sticking out of my car? Who could have done this? Damn. It looks like a warning. I have to decide if I should go into the building or if it's better to go home. Tim, als je wil blijven leven, pik, zou ik niet naar binnen gaan, nee. Maar omdat we een vlogger zijn, hè, we zoeken de sensatie op, moeten we gewoon wel onze kijkers wat gunnen. We moeten met ons leven spelen. Fuck mijn auto. We zijn geen pussy. We gaan gewoon dit gekke hospitaal in. We gaan gewoon kijken wat voor ongebruikelijke omstandigheden hier zich afspelen. Waar zelfs opeens een lampje brandt. Oh nee. Zou hier een seriemoordenaar actief zijn of zo? Oh, dat bedoel ik. Oh, dat bedoel ik. En mijn zaklamp is ook nog steeds kapot. Dit is nog wel het meest debiele van alles. Dat deze gast geen twee zaklampen met... meeneemt. Oh no. Ik denk dat ik mijn keuze heb gemaakt. What the fuck? Waarom liep er opeens een zombie achter mij? Who was that? It was as if he was trying to tell me something. I hope he can't get in here. Dat is een beetje tegenstrijdig. Hij... Oh, wat staat er nog meer? The guys didn't lie. This place gives me goosebumps. I need to find some records to learn more about this place. Ja. En nog steeds zonder zaklamp. Joehoe. Oké, daar zijn we naar binnen gekomen. Het is heel stil. Te stil. Maar we moeten dit doen. Een hele goede avond. Ik ben Tim, de vlogger. En ik kom in vrede. Dat bedoel ik.
Laat die aanwezigheid maar gewoon blijken. Ik doe niks hoor. It looks like it just started raining outside. I got inside just in time. Nou, ik weet niet of ik heel blij ben om hier onderdak te moeten vinden. Maar goed. Tim die denkt daarbij anders over. Oh, een ratje. Hallo, ratje. Damn, fucking rat. Scare the hell out of me. Dat laat je wel schrikken, zo'n stom ratje. Maar zo'n gast die opeens uit een of andere garage rent, daar schrik je niet van. Ik snap Tim niet. Tim is een beetje raar. Weet je, we zijn allemaal wel een beetje raar, maar Tim is wel iets raarder dan andere mensen. Tim heeft ook ballen van staal. Dat heb ik niet. Ik had dit van zo lang zal zijn leven nooit alleen gedaan. Maar ja, hè, we zijn er nu toch. We kunnen niet meer terug. We hebben hier een schattige teddybeer die een beetje ja, kapot is gemaakt. En wat zijn we überhaupt? Is dit een archief? Dit is een archief. Vinden we hier ook iets interessants? Hallo? Daar viel iets. Ligt daar iets? Oh shit, dit is gewoon omgegooid. Yo, what? Waarom is dat een tas en een of andere slaapzak hier in dit ziekenhuis? Oh, dit vind ik heel naar. Oh god, oké. Okay. Is hier voor de rest nog iets wat ik kan vinden of lezen? We moesten op zoek gaan naar archiefdingetjes en zo. Waar ik misschien iets van... Of waarmee ik iets wijzer kan worden van wat zich hier heeft afgespeeld. Maar tot nu toe hebben we nog niks interessants gevonden, dacht ik. We hebben alleen maar een of andere kast horen omvallen. Nou ja, dat is ook al echt heel interessant. Want we denken dat we hier alleen zijn, maar dat zijn we zekerste weten niet. Tim, ik moet je echt waarschuwen voor het feit dat jij hier niet alleen bent. Volgens mij weet Tim dat zelf ook wel, maar alsnog is het belangrijk om dat te delen met mijn goede vriend Tim. Maar voor de rest is hier niks. Oh, wat gebeurt er? Oh, het was gewoon een beetje een gek kleurtje. Nou, top. Zaklamp is nog steeds kapot. Wat ik nog steeds misschien wel het meest debiele vind van deze hele situatie. We gaan terug. We gaan naar rechts. Daar konden we ook nog naartoe. Misschien is daar iets interessants. Waarom klinkt dat als een zombie? Someone was speaking around the corner. Waarom heb ik dit zelf niet gezien? Hallo? Hallo? Oh nee, oh nee, oh nee. Joe! Die deur gaat sowieso dicht slaan, of niet? Oh, maar... Hierheen? Oké, dat was echt creepy. Dat zag er wel echt heel echt uit, maar ook heel creepy. En hier ligt een briefje. Mike, I cannot believe that they are shutting us down. What about all the locals? Where are they going to turn to for help now? How will they reach the town? It's miles and miles away. Strange, according to the papers, our sponsors have been very generous and invested much more than necessary into our hospital. A funding gap? Bullshit. Oké, Alex die geloofde dus niet dat, dat het met een grondige reden is gesloten. It's really strange. They closed the only hospital for hundreds of kilometers around. Why? Ja, inderdaad. Maar dan gaat Tim de vlogger achterkomen. Wij gaan uitvogelen. Helemaal alleen. Waarom dit hospitaal is gesloten? Ik voel het gewoon aan alles. We gaan dit overleven. Tim, jij gaat niet dood. Ik ga niet dood. Hier is weer een missing person. Er zijn hier genoeg mensen vermist geraakt. Niet heel fijn. Mysterieuze verhaaltjes. Ja, inderdaad. We gaan verder. The guys on the farm where we're riding that people were disappearing in the villages near the hospital. It happened around the 80s. The note dated 1985. Het zal vast wel een klausaal verband hebben met elkaar. En waarom is dit heel gek afgezet? Hallo? Ik verwaar... Hallo, waarom mag ik hier niet langs? Oh god, ik... Oh mijn god, ik kan deuren opendrukken. Dat zag ik niet aankomen. Physics. Yo, willen we het even netjes houden? Godsamme. Nou, natuurlijk vind je altijd gravity in dit soort verlaten gebouwen. Logisch. Huh? Hallo? Is er iemand? Ik hoor hier een geluidje vandaan komen. Oh, ik zie wel weer een briefje liggen. Wat voor briefje is dit? Who are all these people? What's with all the equipment they are hauling away? I never seen hardware like this. And the body bags. I swear, they look like body bags with
Well, corpses in them. But we are an ordinary hospital. We don't even have a morgue here. Where did the body bags come from? What's going on? Ja, ik weet het niet. Waarom is het zo'n mysterieus verhaal? Ik snap er helemaal niks meer van. Oh, I have the same question. Ja, inderdaad. Ik begrijp er echt de ballen van. Wat ik wel toch heel bijzonder vind, is dat wij dit dan vele jaren later vinden. Alsof dit gebouw ook gewoon compleet is achtergelaten en dat er... Ik wil dus zeggen dat er dan nooit meer iemand naartoe is gegaan of dat er een of ander onderzoek is gedaan naar de toestand van wat hier zich heeft afgespeeld. Maar dat is dus niet het geval geweest. Het is heel raar. En nu ben ik een beetje bang, maar we gaan alsnog hier langs. Hallo? Kunnen we hierin? Nee, we konden net die deur wel bewegen, dus ik was echt heel erg overtuigd van het feit dat ik deze deur ook kon gaan bewegen, maar dat kan niet. Tjongejongejong, wat een kutgame. Dan moeten we hier maar naartoe. Waar dat enge geluid vandaan kwam. Oh, man. Oh. Kan ik dan hierin? Nee, ook. Hij kan wel open. Oh, mijn god. Jezus. Who the hell is that? It looked like he crawled into the ventilation. Oh, nee. Oh, nee. Oh. Oh god, ik ga hierheen. Is dit een veilige kamer? Het lijkt niet heel veilig. Oh, het is een wc. Oh. We gaan de wc-hokjes checken. Hallo, wc. Nee? Oké, we mogen de wc-hokjes niet checken. Nou, dan hier maar weg. Oh, hier ligt ook iets. Nee, niks. Oké. Ik begin een beetje van hak op de tak te gaan. Er staat hier ook allemaal help. Oh, wat hier... Oh, niet een heel fijn teken. Wat hier heeft plaatsgevonden... Is niet goed. En dat ik hier ben, is ook niet goed. God. Wat was dat ook? Waarom klom dat op... Ik was zoveel. Waarom klom dat opeens de ventilatie in? Waarom is het zo eng? Zo naar? Is the phone ringing? How is it possible? There is no electricity here. The building has been abandoned for many, many years. Oh nee. Gaat hier een telefoon af? Hallo? Oh, er staat een skelet. Hallo? Niet laten schrikken. Oké. Okay. Zullen we hem Hans noemen? Ik weet dat wij in de eerste en tweede klas ook zo'n skelet hadden. En dat skelet had een naam, maar ik weet niet meer wat voor naam. Maar goed. We gaan dit briefje lezen. Screw this, Rick. They are shutting us down. After all I've done for them. What we've done... The project was doing good. We were so close to our goal, but one of the sponsors decided that there were too many casualties. After all these years and so many lives sacrificed, they decided to pull the plug so as not to alert the press. The locals suspect us already, and they decide to close the hospital. Can't they see it will set off more alarm bells? Today they will haul away all the equipment and all the subjects, like, just like that, in broad daylight. Idiots. Wat zijn die subjects? Ik zweer je dat dit een of ander ziekenhuis is geweest waar testjes werden gedaan op mens of zo. Dat kan niet anders. Oh, disappearances, body bags, equipment, right guys. I have a bad feeling about this. Ja, ik ook. En Hans ook. Ik zie het aan Hans. Hans, ik ga achter jou staan. Hans? Je hebt een hele mooie kont. Nou, nu krijgen we de hel. Nu gaat de hel losbarsten. Nu gaan we de horror krijgen. Een jankend meisje of vrouw. Ik zweer je, dit zit in letterlijk iedere horrorgame ooit. Maar dit is wel echt, echt heel realistisch eng gedaan. Oh. Tim, als ik jou was, zou ik hier gewoon naar rechts rennen. Maar dat doet Tim niet, nee. Tim, die wil het allemaal voor zijn vloggers of voor zijn kijkers vloggen. Oh, kijk dit dan. Hallo! Oh, moet... Hallo? Oh, Tim, waarom schreeuw je niet? Waarom doe jij niks? Waarom zeg je niks? Waarom ben je zo fucking droogkloot? Joe. Oh, ik vind het... Deze heb je verdiend. Waarom heb ik dit nou even verdiend dan? Ik ben gewoon aan het opnemen, gast!
echt die donaties, man. Ja, ik word er natuurlijk wel heel erg rijk door, maar het... Oh, god. We moeten maar gewoon ver... Oh, dit vind ik ook zo naar, trouwens. Een kinderbedje. Een kinderbedje. Waarom moet hier nou weer een kinderbedje staan? En wat is dit ook dan weer? Ik vind het echt niet leuk. En zit hier wat in? Nee, hier kunnen we niks mee met die vage kast. Nou, leuk, zo'n kamer. Echt prachtig. Kunnen we niet gewoon doorlopen? Weet je, je wil vloggen, je bent een urban explorer, maar deze gast kan niet eens springen. Zwak! Zwak! Jezus, man. Moeten we nou serieus die kant op gaan? We hebben nu alles wel ook een beetje gehad van dit pauperziekenhuis. Of ben ik nou heel gek? Heb ik iets in deze kamer gemist? Volgens mij niet, toch? Ja, die tekening. Moet ik hier wat mee doen? Oh, nee! Don't look up. Waarschijnlijk als ik dit ga doen, ga ik dood. Waarom vond ik deze net niet? Oh. Don't look up. What does it mean? Wat? Crap. Heb je nou serieus omhoog gekeken, je debiel? Ik zag niet eens wat er zat. En nu? Oké. De horror gaat verder. Er ging daar ergens iemand door... Oh nee, de deuren hier rechts zijn nu toegankelijk, want dat scherm is verplaatst. Kijk, 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 kijk. We zijn hier echt overduidelijk niet alleen. En ik heb het gevoel dat die man niet goede bedoeling... Ah! What the hell is this? Wat gebeurt hier nou weer? Is het een of andere rave party die hier wordt gehouden? Wat hoor ik? Waarom ligt hier ook zo ontiegelijk veel bloed? Waarom heb jij een tekening voor mij beet? Wat is dit? Wat is dit? Wat? Nee. Nee. Die teddyberen worden hier allemaal verminkt, man. En echt de meest felle lamp ooit. Oh. Ik weet niet waarom ik dat heb gedaan. Ik heb daar heel veel spijt... Waarom heb ik die kaars uitgeblazen? Oh mijn god. Ik heb niet heel snel spijt van dingen in mijn leven. Maar hier heb ik wel echt ontiegelijk veel spijt van. Ook al waren ze echt heel erg fel. Ik had liever toch een beetje licht gehad dan dat ik nu weer deze duister in... Hé, hey, Hans, hoe is het met jou dan? Dat ik deze duisternis moet betreden. Hallo? Wat is dat ook? Wat is dit ook? Dankjewel voor jou. Hè? Follow me? Wat? Ga jij wegrijden? Moet ik jou volgen? Ik snap hier echt helemaal niks van. Hoe wil je dat ik je ga volgen? Moet ik gewoon gaan lopen? Where did he get there? And this strange picture, ja. Yeah. Die deur is niet toegankelijk, maar ik hoor wel een of andere gast rolstoelen. Is dat daar rechts ergens? Oh. Oh, ook al dit bloed hier. Dit is niet goed. Ik ben geen dokter of zo. Ik heb er ook niet voor geleerd, maar dit is niet goed. Ik ben zo bang. Ik hoor... daar is hij. Daar is hij. Wat zeg je nou dan? Hij zit aan een bureau. In zijn meest gek getekende rolstoel. Oh, wat is die rolstoel ook? Waarom is die rolstoel een combinatie van 2D en 3D? Holy damn, mijn brein kan dat niet aan. Maar we gaan wel verder. The room looks familiar. Ja, dat is ergens terug. Alsof Tim precies weet welke kamer dat is. Ik zou het niet helemaal meer... Is daar iets? Hallo? Ik vind het heel naar, ik vind het heel naar, ik vind het heel naar. Oh god. Zijn dat nou scheetgeluiden? Wat is dit? En voor mij is hier dat kamertje waar we naartoe moeten. Of niet? Oh nee, dit zijn de wc's. Dit zijn de wc's. Nee, hier moeten we niet zijn. Ik weet niet wat die scheetgeluiden waren. Waar is het kamertje waar we naartoe moeten? Hier links? Ja. Oh, shit. Wat heb je nou dan voor mij?
Oh, kijk, er zit een sleutel in een wasbak bij de wc's, of niet? We moeten bij een klok, moeten we erin? Oh, god. It looks like the hallway was in the familiar clock on the wall. There should be a door somewhere near them. Ja, oh mijn god. Voor mij is dat hier rechts. Ja, kijk, daar hangt die klok. Als het goed... What the fuck? What the fuck is dit? Dat was echt heel naar! Ah, ja, dat is wel de klok. Hier moeten we zijn, maar ik ben gewoon bang. Ik ben gewoon oprecht bang. En hier ligt hij dan, de sleutel. Die lag er net nog niet. Dankjewel voor deze sleutel. Ik weet niet waarvoor die is, maar shout-out naar jou. Oh, 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 oh. Voor waar moet ik... Is dat voor deze deur? Oh, shit. Nee, is niet voor deze deur. Grapje. Nee, welke deur is het dan? Heel leuk en aardig deze sleutel, maar van welke deur is dit? Moeten we weer die kant... We gaan die kant op. Er was ergens een deur die op slot zat. Ik kan me niet meer helemaal precies herinneren waar. Dat is het probleem. Oh. Hallo? Ja, laat maar. Stik er maar in. Als je niet met mij wil communiceren, wil ik ook niet met jou communiceren. Zo simpel is het dan ook alweer. Tim die gaat gewoon met deze sleutel. Het is trouwens echt de ziekste vlog ooit. Besef even dat Tim een vlogger is, hè. Deze gast die we spelen is een vlogger. Dit is echt de ziekste vlog ooit. En het is ook nog niet eens clickbait. Hallo Hans, hoi. We hebben hier de deur waar we waarschijnlijk in moeten. Tim, pas nou op. Ik heb geen idee waar Tim naartoe aan het lopen is. What is this place? Nou, Tim, waar ben je mee bezig, gast? Dit kan je toch niet doen? Zijn we in een basement? Ook het feit dat hier zoveel bloed ligt. Where am I? Ja, dat vraag ik me ook af. Dit is echt de lair van een of andere seriemoordenaar. Oh, ik... Daar ligt iets. Daar fucking ligt iets. Wat ligt daar? Wat ligt daar? Wat ligt daar? Gewoon naartoe rennen. Huh? Oh, dat was een beest of zo... Tyfus! Oh, ik dacht dat het... Oh, ik... Hallo? Wat de fuck gebeurt hier? So many people. Men, women, children. And for what? Why have we done all this? It was clear from the start that this was bullshit. Dr. Barkov, what did he try to achieve? I think he just loves to hurt people and gets off on torture. I'm glad they are shutting down the project, but the blood on our hands, I don't think it will ever come off. Dus we hebben Dr. Barkov die hele gekke testjes heeft gedaan of zo. Is dat wat hier gaande is? Nou, dankjewel in ieder geval Knuffeltje voor weer echt een heel vaag stukje lore. Ik durf hier ook niet eens naartoe te lopen, maar we moeten wel. Misschien is die Dr. Burkle... Misschien is die... Waarom loopt dit ook af? Waar ga ik naartoe, man? Ik heb het... Oh, hier ligt een bed. Met niemand. Misschien dat we die Dr. Burkle hier het gaan tegenkomen. Ik kan niet eens meer praten, gast. Access point? Wat is dit? What's that smell? Oh, nee. Oh, nee. Ik denk dat ik dood ga. Ik weet dus niet of dit spel meerdere eindes heeft, maar ik denk dat ik dood ga. Ik loop hier ook echt gewoon naartoe alsof het gewoon niks is. Wat is dit allemaal? What the fuck? What is dit? What the hell is this thing? This thing is just huge. I hope it's dead. Fuck. Oké, dit heeft opeens een hele gekke plotwending. Oh my god. Hier is nog één, of niet? Hier is nog zo'n ding. Oh, kijk dit dan. Waarom zijn deze... Yo, dit is een of andere golem of zo. Ik weet niet wat het is. Hier is er nog één. Oh mijn god. Waar heb ik mezelf naartoe gebracht? Waar heb ik mezelf in geholpen? Wat doe ik hier? Waarom ben ik hier? Ik wil hier niet meer zijn. Ik wil hier weg. Ik wil hier weg. Hier gaat sowieso nog zo'n groot monster actief en levend zijn die me opeens gaat pakken en dan ben ik dood. Dat is wat er gaat gebeuren.
Tim, dit is de laatste vlog die je ooit hebt gemaakt. Besef je dat wel? Hier ligt ook een briefje. We moeten wel de lore weten natuurlijk. Tyfus, wat een lang briefje. Maar goed, we gaan het lezen. The latest experiment was a success. Can't say the same about previous cases. But this time, the subject seems stable. Muscle mass increases steadily. However, intellectual capability continuously declines. It would appear the subjects experience total memory loss. They have no recollection of who they are and what happened to them. And that's good for us, right? All of the subjects have gone completely bald. Their voice cords have undergone irreversible changes and they have lost the ability to articulate words. They now emit weird noises akin to laughter or something else entirely. Another peculiar upgrade is the eyesight. The subjects can definitely see in the near total darkness and their eyes seem to reflect light. Rather haunting, really. The subjects are getting more and more aggressive towards personnel. We still manage to keep them under control. So far, so good. Unfortunately, we still cannot deter what causes loss of signal between subject brain and implants and our machines. But we are working on it. Let's continue the research. Goed! Het verhaal is dus dat hier daadwerkelijk testen zijn uitgevoerd op mensen met breinimplantaten. Waardoor de mens niet meer een mens was, maar een monster werd. Ja, zoiets. Dit is niet goed, denk ik. Dit is echt niet goed. Ik weet ook niet waar ik nu ben, want volgens mij komen nu... Experiments... Ik hoor ook iets lopen. Oh mijn god. Oh mijn god, hier is nog een experiment gaande. Wat is dit? Yo, wat? Oh, nee joh. Kijk dit dan. Oh, hier ligt ook nog een briefje. We vinden zoveel briefjes, man. The previous batch died within a week from inserting the brain implants and injecting the serum. But this is something else. Their physical attributes are rapidly increasing and their immune system seems to be able to withstand exposure to all of the viruses and bacteria we introduce. All of that a mere week after the introduction of the new serum. We are excited to have Dr. Borgov joining the project. Everything has been going much faster and smoother now that he is with us. His vast expertise and innovative ideas led to a breakthrough with the serum development. The best one yet. Ze zijn dus nu ook nog een serum aan het ontwikkelen. Oké, dit is wel echt insane. Tim Gozer, wat jij hier aan het ontrafelen bent, dit moet je eigenlijk in de buitenwereld krijgen. Ik denk niet dat het ermee gaat lukken. Ik heb echt het gevoel dat we doodgaan. Maar als het lukt om hieruit te ontsnappen, dan hebben wij echt, echt ziek materiaal. Hiermee gaat ons kanaal gewoon echt een vlucht tegemoet. Yo, dat gaan jullie niet kunnen bedenken, hoor. Ik zelf ook niet. Wij gaan echt gewoon viraal. Maar check dit. Oh, daar ligt nog iemand! Oh man, is it a dead body? There is a note next to him. Waar? Oh, hier. Een puzzel. Fuel. Generator. Platform. Light. Menen we dit? Moeten we serieus een puzzeltje doen? Oh, nee. En er ligt ook een... Wat staat daar? 20 december. Fuel canister generated light. Is someone helping me? Nou, ik weet het niet. Is iemand mij aan het helpen? Nou, deze gast in ieder geval niet meer. Jezus, ouwe. Oh, daar zit weer zo'n monster. Daar zit weer zo'n monster. Want we hebben net geleerd dat het licht, wat dus van mijn camera afkomt, reflecteert op hun ogen. Oh, shit. Maar ik wil eerst even kijken... Oh, blijf jij dan maar zitten. Ik vertrouw jou wel. Ik ga eerst dit kijken, want we hadden die videoband gevonden. Werkt dat? Ja, hoe werkt dit? Ik heb een videoband. Joe! Oh, we hebben natuurlijk eens stroom nodig. Oké, we hebben dus een generator die we moeten gaan vullen. Oh, met sherrycan, dat is dit ding. Ja, now I need to find the generator. Oh, shit. Niet schrikken van die grap, niet schrikken. Kijk, hij gaat gewoon weg. Laat het maar. Weet je, ik ben niet bang. Ik ben heel bang. Doei. Waar is de generator? Moet ik dit? Oh, hier. Dit? Nee, dat is een mini-generator. Dat is niet. Waar is dan de generator? Ik volg gewoon deze twee kabels. Dat zal vast wel goed komen. Wat? Nou, tot zover dit succesverhaal. Pff. Waar is de generator dan? Hier is iets. Hier zijn lampjes. Nee, dat is niks. Daar ben ik net geweest. Yo, wat? Waar is in hemelsnaam de generator? Nou, heb ik weer echt weer pro-gamer Melvin die niet weet waar die klote generator is. Joejoe.
Moeten we misschien deze kant op voor de generator, waar net deze gap zat? Waarschijnlijk wel, want hier gaat ook zo'n kabel. Hier gaan zelfs twee van die kabels heen. Oh-oh. Oh-oh. Ah, nee. Is hier een generator? Wat is dit? Hier ligt wel weer een briefje. Waarom liggen er zoveel briefjes? The implant issue is not fixed still. We cannot read their minds. We cannot give them orders. They keep silent. However, sometimes it feels like they are communicating with each other mentally. They exchange glances, give tiny little nods. They resemble a pack, as if they all share a mental link. At this point in time, we cannot confirm we reached original project goals. We still do not control the subjects, so using them for military purposes is out of the question. However, we have definitely reached a breakthrough in a different field. It looks like we created a new species. What? Dus ze wilden dit volgens mij dan gebruiken voor militaire doeleinden. Is niet gelukt, maar ze hebben wel gewoon een nieuw species ontdekt. Ja hoor, kan allemaal! Waarom klonk het als een klikker? Ik krijg opeens Last of Us vibes. Waarschijnlijk gaat hier wel de... Oh nee. Hallo? Wie drukte die rolstoel naar voren? Hallo? Ik kom in vrede. Mijn naam is Melvin. Is hier nou echt niemand? Alleen maar een kinderbedje met van die serums? Oh shit. Oké, het leek heel eng te worden, maar het valt mee. Dit stukje? Ik weet het niet. Ook al vind ik een rolstoel in het donker ook echt super eng. Toch ook al weg echt zo'n horror element. Zo'n terugkerend horror element. En hoe werkt dit? Moet ik al deze generatoren aanzetten? Of hoe is dit? Hier staat wel echt vet obvious een generator namelijk. Hallo? Waarschijnlijk moet ik gewoon één grote generator vinden. Want ik weet het anders ook niet. Shit, ouwe. Ik dacht, wat hoor ik? Maar dat is weer zo'n gekkie. Dat is weer zo'n gekkie. We gaan hier geheid dood. Oh nee. Moet ik hier ook naartoe? Ik moet hier naartoe, want hier gaat wel die dikke kabel langs. Oh, hallo. Hey, dit ziet eruit als een generator. Ja! Is dit hem? Ja! Start button. Dat ding. Waar is de start button? Oh, daar was er weer een. Daar was er weer... Oh, dat klinkt allemaal niet heel goed. Waar is de startbutton op dit ding? Je zou te zeggen dat de startbutton daadwerkelijk op de generator aanwezig is. Oh! 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 Letter be What is that sound? Sounds like something huge has fallen. Oh mijn god. Heb ik zo'n groot ding vrijgelaten? Oh mijn god. Let there be light. Ja, we hebben licht, maar er is volgens mij zo'n groot ding vrijgekomen, of niet? Oh nee. Kijk hoeveel lampjes hier opeens zijn. Oh mijn god. What? Die hele setup is weg. Die hele setup. Dat is een lift? Yo, dit is zo'n mysterieus spel. What the? What? Yo, ik... Dit is zo vet en zo raar en ik wil eerst de videotape kijken. Doe die videotape er eens in, ja. Doe die er eens in. Ik ben heel benieuwd wat dit is. Laat mij genieten van deze tape uit 85. Wat gaan we zien? Moet ik op play drukken of zo? Hoe werkt dit? Hallo? Ja, play. Oké. Oh mijn god. Wat zie ik? Waarom is het zo wit? Hallo? Wat gebeurt hier? Dit is wel heel naar. Hier zien we ook allemaal van die doktoren bezig. Het is wel echt overdreven, overbelicht, maar goed. Kijk dan, het zijn gewoon menselijke proefkonijnen volgens mij. Is this a record of the experiments that took place here? Ja, Tim! Dat heb je goed in de gaten, gozer! Ja, hé! Hey.
Daar komt hij ook nu pas achter, deze debiele, hè? They really experimented on people here. It's terrible. It's terrible. Ja, het is inderdaad terrible wat hier is gebeurd, gast. Tim, die komt ook eindelijk achter dingen. En moeten we nou serieus hier dit gat in naar beneden? Wat is dit? Is het een soort van put waarin de hele proefopstelling valt wanneer het fout gaat of zo? Een soort van... Ik weet het echt niet meer wat voor species er is. Ik weet ook niet of ik hier naar beneden wil. Moet dit? Yo, what the fuck, Tim? Yo, Tim, ik begrijp dat jij een primeurtje wil pakken met wat je hier aan het doen bent. Maar dat je hier ook naar beneden gaat, deze gast, die is echt gek. Tim, jongen. Ga gewoon terug, weet je. Het kan nu nog. Maar nee, Tim die wil deze hele gekke bunker in. What the shit. En weer een briefje, wat is dit? They are closing the project. One of the recent subjects escaped. The one from the latest test batch. It tore several lab assistants and a couple of security guard to pieces. And vanished into the fence. We tried to stop it by initiating a lockdown. But it looks like it managed to escape before the fence dividers fully closed. Oh god, what have we done? We were supposed to create remote control super soldiers. And we created an apex predator with human intelligence. Ferocious strength, unparalleled agility, and night vision. I hope they capture the subject soon or else I don't want to think about it. Serieus? Opeens is het een predator geworden? Dit is wel echt heel bijzonder. What the... En wij gaan hier naartoe, hè? Tim die denkt alleen maar aan zijn vlogkanaal. Tim die maakt het ook niet meer uit wat hij nog gaat meemaken volgens mij. Hij wil nu gewoon ook die Predator goed op beeld hebben. Ook al heeft hij dat volgens mij al. Het maakt Tim niet meer uit. En Tim, dan maakt het mij ook niet meer uit, gast. Wij gaan dit samen gewoon bekijken. En ik denk ook dat we samen doodgaan op deze Predator. Want eerlijk, dat briefje, dat gaf niet heel veel moed. Het is ook zo naar. Er zijn er ook gewoon mensen geweest. Kijk dan. Hier werden dus al die mensen gehouden. Al die proefkonijnen. Waar al die testjes op werden uitgevoerd. En een van die mensen is dus nu gewoon een of andere predator geworden. Nadat een laatste batch fout ging. En hij ontsnapte. Wat hoor ik? Zit daar iemand? Oh, damn. Ik weet niet wat hier gebeurt, maar hier ligt nog een briefje. Zoveel briefjes. Zoveel interessante briefjes. Dr. Bark have ordered that everyone should leave the lab today. Told us to leave everything behind. Said the experiment had failed and we would never be able to control them. All project documentation will be destroyed. All project documentation will be destroyed. The subject shall be put under a transporter to a separate location. They are closing us down. The hospital on top of the lab as well. This is it. Months of work gone to waste. I don't know what's going to happen next. I guess they will burn the place down or extend the lockdown infinitely. Either way, our vital mission will be forgotten. Screw that. I just want to get out of here. We all do. As soon as possible. Sometimes, when you listen closely, despite all the movement and shouting and noises, we can hear something knocking in the fence. Oh, these horrible noises give me the chills. Wij hebben het ook al gehoord in de ventilatieschachten, ja. Nee, we zijn nu al zo ver gekomen. Het maakt me ook echt geen reet meer uit. Ik weet ook niet waar we hier... Hey, yo, wat? Camera? En een walkie-talkie? What? Oh mijn god, we hebben found footage. Damn, son. Is het misschien een andere urban explorer geweest? Deze gast gaat echt niet kunnen ontsnappen, ik geloof het niet. Ja, dat gaat ook mijn einde worden. What the fuck? Het zijn echt een soort van super zombies. What the hell? I recognize the location from the video. I've been there. That plush daddy on the table. Alright, fine. I've had that not. I need to get out of here. Nu pas!
Nu pas, Tim! Ik had echt al een uur geleden er genoeg van. Gast, er liggen hier ook vet veel camera's. Wat is het nou weer voor gekke hiding spot? Nou, als je dit nog gaat overleven, dan weet ik het ook niet meer. Maar dit gaat toch niet goed komen. Jeetje. Tim is niet helemaal 100 hoor. Ik zweer het, deze gast denkt nu pas aan het feit dat hij hier nog levend uit wil komen. Hij heeft letterlijk alles ontrafeld wat er is gebeurd. Ik kon het hem al veel eerder... Nee, de generator is ook nog eens uitgevallen. Mijn zaklamp is al serieus sinds het begin kapot. Dit gaat echt gewoon niet goed komen. Ik denk sowieso dat we een F moeten plaatsen voor Tim. Als Tim dit nog overleeft, dan eet ik mijn... Nee, dan eet ik niet mijn schoen op, want straks overleven we het. Dan moet ik een schoen opeten, daar heb ik niet zoveel zin in. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Waarom klinkt dat als een of andere octo? Oké, hallo teddybeer. Of een soort van villager is het meer. Oh. Nou, ik zie in ieder geval geen reflecterende ogen. Dus dat is op dit moment nog goed. Dat betekent dat... What the fuck? We gaan dood. We gaan dood. Dit is Tim. Dit is de vlog van Tim. Ja, nee, rip Tim. F. Ik zie dit echt niet goed komen, Tim. Waar heb je jezelf ingebracht, gast? Alles voor de views, zeggen ze wel eens, hè. Alles voor de views. Nou, dat heeft hij te letterlijk genomen. Oh, we leven nog? Oh my god, they were chasing me. I need to get out of here as soon as possible. Ja, jongen, dat wist ik toch al lang. Hallo, Hans. Hans, die zegt nog wel even gedag tegen ons. Just run for the exit, Tim. Just run. Ja, maar ik wil even Hans een kusje geven. Doei, Hans. We moeten nu inderdaad rennen naar de exit. Gewoon scheid hebben alles wat nu gaat komen. Op ons af gaat rennen. Alles wat hier gaat gebeuren, dat maakt mij geen reet meer uit. Ik ga ook nergens van schrikken. Dat weet ik sowieso 100% zeker. Ah, niet naar kijken, niet naar kijken. Uh-oh. Oh, nee. Oh, nee. Gewoon rennen. Waarom ren je niet harder, pik? Waarom ren je zo langzaam? Ik vind het heel naar. Ik hoor het ook vlak achter mij zitten. Niet omdraaien, niet omdraaien. Als je omdraait, ga je dood. Besef dat. Als je omdraait, ben je dood. Hier is de uitgang. Als het goed is. Hier is de fucking uitgang. We hebben het gehaald. Oh mijn god. Ja. 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 Oh mijn god, Tim, held. Waarom heb ik het gevoel dat hij zo ontzettend langzaam rent? Tim, je moet sneller rennen, gast. Tim, je bent echt fucking langzaam. Wat zie ik? Waarom ben je zo langzaam? After Trim released a video, the police decided to investigate the place. They dispatched a team who turned the place upside down. Plenty of documents, machinery and clothes belonging to the people who had gone missing throughout the years were uncovered. Nothing and no one else whoever was found. State. Oh, many relative friends, a friend of those who gone missing and those documents were discovered reached out to Tim, thank him for albeit intentionally shedding light on their lofts. Oh my god, wat een vaag verhaal. Yay! Sussie! Damn! Het was op een gegeven moment wel een beetje voorspelbaar. Maar al met al heb ik echt ziek genoten van het spel. Dit was echt wel een goed kort horrorspelletje. Ja, vermakelijk aanrader. En ik hoop dat jullie ook genoten hebben. Ja, nou, doei!